Goedenavond, meester. Vandaag heeft u deze sprinter van Gouda naar Alphen. Er is niks bijzonders te melden. Ik wens u een fijne rit toe. Nou, seems like a good plan. Even de verlichting aan, alstublieft. Oh, dat is ook weer niet nodig. Dat is te veel. Extra trein. Nou, nee, we hebben niet... Ja, het zal ongetwijfeld een extra trein zijn. Oh, helaas, dat doen we maar eventjes dan zo. Wij gaan naar Alphen aan de Rijn. Oh, dat is lekker makkelijk dichtbij. Ja, jij weet wat de vlog is, ja. Jij bent mee geweest. Afgelopen zondag. Ja, dit is met de flirt inderdaad, ja. Bjorn, je bent vandaag van me af. Ik heb geen bits. Hey! Hoef ik in ieder geval niet de video wel kapot te knippen de hele tijd. Ja, dat was het inderdaad, Julian. Absoluut. Dat was het inderdaad. Maar goed, 2 dagen bezig geweest met editen van de video. Hij staat nu op YouTube in ieder geval. Ik zal even kijken of ik morgen een première ervan ga maken. Ja of nee. Ik kijk wel even. Kun je het nog last minute, kun je dat zo wijzigen. Zal ik de ATB ook maar voor het gemak aandoen, denk ik. Toch wel grappig. Hier zijn wij toen ook geweest. Toen ik dit voor de eerste keer met Julian meeging in een vlog. Toen waren we hier in Alphen aan de Rijn. En toen hadden we ook de Ernest Flirt hebben genomen. En toen gingen wij hier onderdoor. Ja, je kunt in Transmobility hier niet onderdoor, maar... Voor de vorm, we gingen hier onderdoor. En dan hadden we hier, zeg maar, de IC naar Rotterdam. Hadden we gepakt even uit mijn hoofd. Ja, klopt inderdaad. Rotterdam via Rotterdam-Alexander. Dus dat is hier geweest. Dus toen gingen we met de Trax. Gingen we gezellig in de richting van Amsterdam. Even hier een screenshot van maken. Eens even kijken. Kan ik ook eens meegaan met je vlog? Ik neem niet zomaar mensen mee. In alle eerlijkheid. Gek idee, goedemiddag. Ik ben de hele ochtend bezig geweest met editen van Ninja Kills in Among Us die ik gemaakt had. Oh, Among Us. Dat is ook wel... daar komt ook een deel 2 van uit, hè? Van Among Us. Oh, er komt even een gevaarte hier doorheen. Goeiedag, hé. Altijd mooi een beetje cargo. Is hij geschraapt? Oh! Hey Cleo, ook goedemiddag, welkom. Bjorn heeft een strenger meeneembeleid als mij. Nee, maar ik zie echt... meenemen zie ik als van iemand die echt gepland de hele dag meegaat. Zoals ik met Julian laatst heb gedaan. Kijk, als ik mensen tegenkom, ik ben niet te beroerd om even tegen iemand hallo te zeggen. Behalve als ik ze niet herken. Daarover gesproken trouwens. Ik had me een dikke blunder afgelopen zaterdag. Of afgelopen zondag. Ik weet niet, was het nou zaterdag of zondag? In ieder geval een van die twee... Ik was dus met... ik was dus in Utrecht. En Julian die was met iemand aan het praten. En ik wist begon niet wie die persoon was. Ik dacht van ja, het zal wel. Het zal wel waar zijn. Maar er was gewoon het iets. Dat was gewoon Dimitri. Als die bekend is in de Rupke Discord als iets Dimitri. Ik had oprecht gewoon geen idee. Ik zei ook wel, toen ik later achterkwam wie dat was. Ik had hem direct even op Discord aangesproken. Ik zeg van sorry hoor. Ik zeg maar ik had gewoon geen idee wie je was. Nou ja, kan gebeuren denk ik. Maar goed, ik had hem gewoon totaal niet herkend. Maar goed, laten we even als eerste station ingaan. Station Waddinxveen Triangle. Wil je niet te hard staan? Nee, heb ik niet. Mooi. Daar gaat het om. Maar goed, ik had dus gewoon compleet niet door dat het Dimitri was. Dus ik had echt zoiets van... Ja, dat was niet echt een van mijn allerbeste moves die ik gemaakt had, zeg maar. Alright. Oh god, clip meneer moet ook maar misschien even komen. Dat wordt wat. Alright, eventjes opschakelen. Vreemd genoeg heeft Waddinxveen 3 stations en Gouda 2. Ja, het is maar wat je, waar je het meest aan hebt, hè? Zou ik haar zo zeggen. Clip meneer mee, het wordt helemaal feest. En hoewel... Nou, kom op met die 80. Ik wil 80 rijden. Misschien kan ik zo meteen dat... hoe heet dat? Ik kan op zich gewoon meteen dat shot wel even overmaken. Wat ik toen gemaakt heb met de vlog eigenlijk, bedenk ik me net. Dus even kijken, dat moet onmogelijk zijn, toch? Want waar reden wij toen? Wij reden toen hier, met de trein. En toen filmde ik vanuit hier. Maar ik kon de brug wel zien. Dus zal ongetwijfeld... Voor mij was dit een beetje mijn shot vanaf de vlog gezien. Zo. Pakken we dit wel.
Dan kan ik het shot van mijn vlog kan ik een beetje nadoen. Ja, dit shot inderdaad, ja. Ja, het shot na simuleren inderdaad, ja. Dat is wel geinig. Althans, wanneer... Oh, daar is die wel. Oh. Nou, nu klopt het shot niet meer. Damn it. Dikke noodrem. Nou, daar gaat mijn plan. En dan ben ik eventjes... Voor mij was het zo. En dan... Ziva. Ja, inderdaad, Ziva, inderdaad, ja. Alright, laten we verder gaan. Eens even kijken of we nog iets van kunnen pakken, zo. Oh, tuurlijk. Komt er net nog zo'n kring, die komt er overheen. Nou ja. Huppatee. Ik had ook 80 moeten rijden, bedenk ik me net, want er is een snelheidsbeperking. Ja, weer iets van een bloopershow inderdaad, ja. Helaas, maar niet veel aan te doen. Hoezo hebben die gisteren jouw dag verpest dan, SLT? De ICNG op jouw YouTube-kanaal, waar heb je die precies gezien? Hoe bedoel je, Boril? Want ik weet niet over welke ICNG je... Oh, wacht even, nu weet ik het weer. Je bedoelt een van mijn laatste foto's die ik gemaakt heb. Dat was tussen Borne en Hengelo. Ilia, leuk dat je er bent voor de eerste keer. Gezellig. Ik heb net een mooi shot verprutst met een ATB. En bedankt inderdaad voor de Ziva Julian, want die kwam er wel mooi tussendoor. Of ik vaak met de trein in het buitenland ben geweest? Absoluut niet. Nanny. Oh ja, Jurre wou nog een tyfoon hebben trouwens, bedenk ik me net. Even kijken. Zo. Hebben we een dikke tyfoon gehad. Hier, Dimitri, als je het over de duivel hebt. De persoon die ik afgelopen zondag niet heb herkend. Of zaterdag. Ja, afgelopen zondag. Ja, hij is er inderdaad. De myth, de legend. It's Dimitri. Wat is de lok voor goederentrein voor strakjes? Dat is een 1800, Cora. Oh, ik ben binnen trouwens. Ik kan even een third rails map kan ik wel even aanzetten. Ha, hij moet weer werken hoor. Oh ja, stiekem op K-trains geholpen. Nee, helaas. Oh, grapje. Oké, nevermind dan. Nico Quantus just resubscribed voor 20 mons. Goedemiddag iedereen. En Nico, bedankt voor jouw resubscriptie voor, even kijken, voor hoe lang? 20 maandjes alweer. Goeiedag, hé. Wat lang, Nico. Leuk dat je er bent. Even kijken, ik ga zo meteen eerst even op station Waddinxveen ga ik remmen. En dan zet ik de third rails aan. Ha! Oh, dat is ook wat, om met zo'n ding door de wasstraat heen te gaan, of niet soms? Ik zal niet vergeten te remmen, Panther Studios. Komt goed. Maar de vlucht kan gelukkig dondersnel remmen, dus dat scheelt weer. Oh, heerlijk geluid van die rem. Ik kan er echt geweldig hard tegen. Zo, even stoppen bij 4. Doe maar niet. Jawel, gaan we gewoon doen. Moet weer werken. Zo, even de deur open. En dan zal ik eventjes de third rails map even aanzetten. Even kijken, bij een treinnummertje. Jazeker hebben wij dat. 8716. Wij gaan van Gouda naar Alphen aan de Rijn. Even kijken. Wij rijden voor
Rnet. Ja, in feite zou het ook gewoon NS kunnen zijn, maar goed. Het heet even Rnet. Resume. Zo. Dat staat erin. Nu kunnen jullie mij volgen op... Ja, we zijn ondanks de noodrem gewoon op tijd. Goed, hè? Oh, ik wil eigenlijk op 130 dat ding zetten, maar dat mag niet. Nou. Meerspas, hoe ik Julian ken. Natuurlijk gewoon van zijn vlogs. Echt gewoon like, leren kennen. Volgens mij was onze eerste ontmoeting was in de Jumbo van Hengelo. En daarna kwam die in mijn streams langs. En toen heb ik hem via Twitch heb ik hem een bericht gestuurd van... Goh, zullen we een keer een co-op gaan doen? En toen is dat een beetje gaan rollen eigenlijk. De Jumbo meetup inderdaad. De beruchte Jumbo. Jumbo, the place to be. En hoewel... Ach, fuck you, ik rem al met 20%. Ja, je was de donderdag nog inderdaad, ja. Gekkenhuis. Nou, en toen kwam dus het idee om samen zo'n co-op te doen. Nou, en zo geschiet, zeg maar. Zo kwam het bij het idee om... om een co-op te doen en... Sure! Dan hoef ik niet eens wat te hebben, hè. Altijd spanning en sensatie, sowieso wel. Nee, dat waren we niet aan het doen, Cora. Doe maar rustig. Ja, dat maakt niet uit welke Jumbo het is, Richie. In ieder geval een Jumbo. Zo. Stoppen in... Waddinxveen. Is dit gewoon Waddinxveen Centraal? Ja, de Jumbo met het gele bord aan de buitenkant. Daar waren wij geweest inderdaad, dat klopt. Wij hebben voor mij ook... Voor mij 2 of 3 Jumbo's hebben wij even in mijn hoofd. Oh, cool man, de extra trein. Gewoon Waddinxveen. Oké, okay, I can do that. De andere vlucht rijdt gewoon random weg. Huppatee. Ik heb echt meer lijden met de NMBS. Machinisten op de AM66, 75, 80, 60 rijden constant. Ja. Dat is echt wel een van de verschrikkingen die je dat kunt hebben inderdaad. Dat getik. Maar dat hebben we ook met de 6400 die in het spel zit. Dat is ook wel een klein beetje een dingetje om maar zo te zeggen. Wacht. Is dit niet het scenario die ik van de week online heb gezet? Zeker wel gek idee. Dat is zeker dit scenario. Oh ja, gewoon 3 hebben. We hebben 5 Jumbo's dan. Nee, meestal zit het algemeen van treinen wel. Alright, mijn deuren gaan dicht. De andere flip moet nog even blijven staan. Oh, geintje toch niet. Dan geef tractie dan. Dank u. Oh, dit is van Melvin inderdaad, ja. Did I bit an oopsie somewhere? ...8716, toch? Oh shit, we hebben 2 scenario's met dezelfde naam. Oh well. Het zijn dezelfde stoptreinen. Oh nee. Deze hebben dezelfde naam. Dat wist ik ook niet helemaal eigenlijk. Nou, ik vind er wat meer van hoor, Clip. Ik heb gewoon een scenario met hetzelfde naam. Ik heb namelijk het trainnummer in de gaten gehouden. Dat wij toevallig 2 scenario's hebben met hetzelfde trainnummer, kan ik niet gek veel aan doen, denk ik. Een verschrikking in 92. No! Waddinxveen Noord, dames en heren.
Daarna gaan we naar Boskoop op Snikkelwijk. Eventjes kijken. Dit scenario heeft beter weer dan op RW. Hoe bedoel je RW, Ilja? Vectron 57, just resubscribed voor 3 mons. Goedemiddag. Goedemiddag, Vectron. Bedankt voor jouw resubscriptie voor 3 maandjes alweer. En natuurlijk ook hele goede middag. Welkom. Ik die 21 minuten op ver 4 centraal staat met de stoptrein. Ik heb hier een kruiwagen vol met verveling. Ja. Oh, RW en Hansen bedoel je? Check. The one and the only bad boy Jonas. Wat een, ik noem gewoon Jonas. Goedemiddag. Nou, ik heb RW Hansen momenteel niet aanstaan, maar ik heb... de shaders staan wel actief. Ja, weet ik, Lisa, maar ik hou van woordgrapjes. Zoals in Rotterdam heb je ook het Marconiplein, wat ik het Macaroniplein noem, bijvoorbeeld. Wat is, je spreekt mijn naam niet goed uit. Gerben, even kijken 34, hoor. Just resubscribe. Wat is het dan? Elia? Hoi Björn, kom maar weer binnengeslopen stiekem. Tenminste, Elia is degene wat me dan een beetje binnenkomt zo eigenlijk. Gerben, bedankt voor jouw resubscriptie voor 12 maandjes alweer. Precies een jaar. Welkom, een maandje. Hoi Björn, kom maar even binnengeslopen stiekem. Leuk Gerben. Leuk dat je even binnenkomt sluipen. Oh, chips. Macaroniplein heb je van mij. Ja, ik weet alleen niet of ik het nou, of ik het dacht op het moment dat het werd omgeroepen, of dat ik het jou inderdaad hoor zeggen en het overnam. Het is één van die twee, anyway. Maar ik hou er wel van om, hoe heet dat? Nee! Niks, inderdaad. Om, stationsnamen een klein beetje een andere draai te geven. Ja. Over dat niks gesproken. Ik was afgelopen zondag was ik een tram aan het filmen. En in één keer schreeuwde een heel random persoon in één keer keihard. Gok! En dan zie je mijn beeld zo. Oké, okay, die rem is heel irritant. Hoi. Hallo rem. Hou eens op daarmee. Boah. Dankjewel Vector. Oh, ik word helemaal moe van die rem. Zo. Hey Mark, ook goedemiddag. Welkom. Op naar station Boskoop. Of Goedkoop. Maakt allemaal niet uit. Hey Mark, ook goedemiddag. Welkom. Nou, ik vond die rem wel heel irritant in alle eerlijkheid hoor. Ja, de Ernetflit rijden inderdaad mee. Dat is correct. Nou, ik weet niet. Ik heb het bij andere stationen niet gehoord, gek idee. Dat gekke... Oh, wacht. Net op tijd. Kantje boord dit. Snel remming 92. Ja, wel een beetje inderdaad, ja. Ik woon in de buurt van de Ernet GTW's. Oh jee. Gecondoleerd, denk ik. Marco, wij eten momenteel een spoorpunt. Dat is erg toepasselijk. Een spoorpunt eten? Dan moet je me toch wel even helpen, denk ik. Oh, leuk, Gerben. Al drink ik liever bier dan dat ik het tap, eigenlijk. Je oude iPad Mini 1... Holy crappers. Oh, daarover gesproken. Bedoel je deze, toevallig? De oude iPad Mini 1? Ja, dat ding inderdaad, ja. Donders mooi, of niet? Die van mij doet het ook nog. Kun je niet heel veel mee, trouwens. Maar hij doet het nog wel.
Ja, dan weet ik dat je de nieuwste hebt inderdaad, ja. Die kan ietsje meer, zeg maar. Oh, is dat een koek, Marco? Oké, ja, ik had niet genoeg context. Ik weet niet wat een spoorpunt was, maar het is dus een koek in ieder geval. Check. Ja, die rem is verschrikkelijk, Ilia. Ietsjes, ja. Ik mag geen alcohol omdat ik op één nier leef en tap daarom liever bier voor het concert van 800 bezoek. Oké. Nou, in ieder geval hoop ik dat jij in ieder geval veel plezier hebt daarin, Gerben. Zolang jij er plezier in hebt, dan heb ik er niks op aan te merken in ieder geval. Ik had gisteren 2 stroomstoringen in 3 uur. Oh, wauw. Oh, wacht. Eventjes rustig rijden hier, hè. Want voor mij staat de ATB nog op 40 even uit mijn hoofd. Nee, hij staat op 80. Oké. Tractie met dat ding. Jaap zonder nek. Oh, wacht even. Je spreekt dat als... Ileida. Ileidja? Ik ga voor Ileidja. Het is maar net waar je de klemtoon moet leggen, hè? Dat is een beetje lastig. Oké, dat is goed dus. Prima. Eigenlijk hadden ze hier gewoon metrostellen moeten laten rijden. Opgevoerde sneltram dit. Net zoals bij Ding hebben gedaan, toch? Bij dat lijntje van... hoe heet dat? Nou, Hoek van Holland. Reok is allemaal NS-spul. Nu rijden er ook trams. Alright, op naar station Alphen aan de Rijn. Ja, de Hoekse lijn. Hoek hem! Dat is de lijn waar de... Hoe heet dat? Waar de bussen heel goed aansluiten op de metro. Echt super tof. Je hoeft nooit een half uur te wachten daar namelijk. Ja, die sowieso, Gerben. Die absoluut wel. Eigenlijk rijdt daar al een tram. Of een metro. Ja, ze zijn net begonnen, Bantel Studios, met testen. Ze zijn echt net begonnen met testen van die lijn. Dit was wel een klein beetje een ramp, inderdaad. Ja, daar heeft de HTM inderdaad, ja. Blomsma, bedankt voor de follow. Welkom. Ze hebben een vergunning aangevraagd voor het strand. Yes, they have. Wat trouwens wel een stuk makkelijk zou zijn in ieder geval. Dat is één ding dat zeker is. Oh. Ik rem al, hennig. Even kijken, mijn webcam is een klein beetje... onscherp vind ik. Even kijken hoor. Focus. Toepassen. Oké. Zo. Dat is beter. Ik vond mijn webcam een klein beetje autofocus, om het zo te zeggen. Dus ik heb even de focus al maat ingesteld. Oké, Vectron. Dankjewel. Goeie... Mijn ATB wordt er helemaal lijp van. Dat krijg je ervan. Ik was nog voordat het officieel open was van Nieuwland naar Hoek van Holland Haven en terug met de metro gereden. Oeh. Ja, nu moeten we eigenlijk iets ik weet niet, voor mij is mijn bot aan het slapen. Maar anyway, Gerben heeft een tier 1 sub gedaan aan... gek idee. Dankjewel Gerben voor de gift sub. Alleen een stukje Rotterdam, Centraal Hoek van Holland. Yup. Wanneer ik dat pas door had, dat was toen ik in de trein zat, Dimitri. Toen zei Julien dat tegen mij. Hij zei van dat was Dimitri. Nou, toen viel het nog steeds geen kwartje eigenlijk.
Dus toen zei ik van, is dat de It's Dimitri van de Discord? Toen zei hij van ja, ik dacht van, oh shit. Toen dacht ik van, oké, dat was echt wel een, maar ja, goed. Aan de andere kant, je kunt dat soort dingen ook gewoon, ja. Als je iemand niet gezien hebt, kun je het ook gewoon niet weten eigenlijk. Station Alphen aan de Rijn. Eindpunt van deze trein. Jullie kunnen hier allemaal oprotten. Uitstappen, weg uit mijn trein. En voor mij ook einde van het scenario. Ja, is ook einde van het scenario inderdaad.